Ik ben Ralph van Hessen en wat ik bij Breaking Out ga doen is matchmaken. En wat betekent dat? Dat mensen met een idee, een vraag, een droom, dat die kunnen komen en die stellen de vraag. En ik ga stand te peden proberen dat idee of die droom waar te maken. Door live de telefoon te pakken en de man of vrouw te koppelen aan een persoon die die graag wil ontmoeten. Hey, ik ben Emile Ratelband en weet je wat ik jou ga leren? Om op te komen voor jezelf. Want als je zelfstandig ondernemer wilt zijn, dan moet je maar één ding en dat is de regels breken. Fuck them! Mijn naam is Router, ik ben de oprichter van One for One. En tijdens het Breaking Out event zal ik compleet open zijn. Dus ik ga elke vraag van jullie beantwoorden. Ik ga alles vertellen over wat mislukt is, wat goed is gegaan, welke les ik heb geleerd. En ik hoop echt om met jullie te delen en ik hoop dat jullie ook leuke vragen gaan stellen. Ik ben Michiel Jaskov. En ik maak winkelcentra. Jullie zijn misschien een keer in Bataviastad outlet shopping geweest, in Lelystad. Nou, dat hebben wij gebouwd. Mijn naam is Joris de Raadt. Ik ben een ondernemer die graag meedoet aan Breaking Out. Om enerzijds mijn ervaringen te delen met jonge ondernemers, jonge mensen. Anderzijds ben ik er ook voor om van jonge ondernemers en jonge mensen te leren. Dus een uitwisseling met heel veel plezier. Motto, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Een verhaal met anekdotes. Kom gauw langs, we maken er een gezellige middag van. En ik heb in 27 jaar vallen en opstaan het eigen bedrijf opgebouwd. En wel veel leuke dingen te vertellen en tips mee te geven aan jullie. Je hoeft echt niet heel slim te zijn om een bedrijf op te bouwen. Maar je moet wat langer nadenken dan de ander. Er zijn mensen die op vrijdag om 5:30 hun hersens uitzetten en aan het bier gaan. Als jij bereid bent om het weekend even door te denken, heb je maandag vaak een goede oplossing. En dat is ondernemerschap en dat vind ik leuk om met jullie te delen. Hi, Robert Benninga hier. Al 20 jaar begeleid ik ondernemers om het beste uit zichzelf te halen. En wat is daar nou cruciaal in? Cruciaal is dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander. Dus doe niet zo interessant, wees echt geïnteresseerd. Belangrijk is dat je je ego in de ijskast stopt. Het gaat nooit om jou, het gaat om het succes van de ander. En wat belangrijk is, als je snel succesvol wil worden, laat je dan begeleiden door mensen die daar eerder geweest zijn. Frank Sanders, CEO van het bedrijf dat heet Infra Foodbrands. Wij zijn fabrikant van sappen en dranken. Ons bekendste merk is Maza, dat is een serie tropische vruchtendranken. Een paar voorbeelden. Jan de Hartog kwam een paar jaar geleden met iets nieuws, een nieuw product. En die hebben we gekoppeld aan de top van ABN. Daar hadden we ook de sessie toen. 2 jaar geleden was iemand die wilde een doorbraak hebben bij KLM. Die hebben we direct gekoppeld. We hebben de top van KLM kunnen bellen. En daar is nu een hele vruchtbare contact uitgekomen. Dus het leukste is als er echt mensen zijn met briljante ideeën. En die we een enorme zet kunnen geven in hun carrière in misschien maar 2 minuten. Ik ben Edo van Santen. Ik heb 2 jaar geleden Confessions of an Entrepreneur uitgebracht. Hoe verlies je 6 ton in 2 jaar? En dat heeft natuurlijk een vervolg gehad. Ik heb heel veel fouten gemaakt, ik ben ook heel succesvol. Maar van die fouten kan jij leren. Dus heel graag wil ik een belangrijk stuk van mijn ervaring, een heel klein beetje wijsheid en hele concrete instrumenten aan jou geven. Zodat jij sneller komt waar jij wilt zijn en waar je verdient te zijn. Dus graag tot ziens. Ik ben Lily Appelman en bij Breaking Out doe ik de algehele organisatie dit jaar met heel veel plezier. Hoi, ik ben Olivier, oprichter van Cloud Factory en ik verheug me er nu al op om jullie wat insights te geven op de thema's duurzaamheid en innovatie als start-up. Na alle grijze haren die ik van het ondernemen heb gekregen, wel leuk om eens een keer iets terug te geven. Ik ben zelf heel erg een merkman, brands. Ik ben Ralph van Dam, coach op Breaking Out. Ja, Breaking Out kom ik al, 15 jaar. Eerst als bezoeker en nu als coach. Ja, mensen die bij mij in de workshop komen, die ga ik meenemen in mijn ondernemersreis van de afgelopen jaren. En de do's en don'ts meegeven, de successen, maar ook de mindere tijden, waar natuurlijk veel lessen uit te leren zijn. En ik raad iedereen aan om te komen, want het is een hele inspirerende en leuke dag. Hallo, ik ben Hans Doef, ik ben de projectregisseur van OZOM. In Zoetermeer gaan wij dit jaar Breaking Out organiseren. Voor de allereerste keer, daar zijn we heel trots op. En wij gaan daar echt proberen om ondernemers niet te maken, maar jongeren te stimuleren om ondernemerschap beter te pakken. En vervolgens aan hun passie te laten uitwerken. Hallo, mijn naam is Stephanie Wensing. Ik werk voor MCPR en ik zit in de organisatie van Breaking Out. De première van de Minor Entrepreneurship, de musical. Ik zou zeggen, dat alleen al maakt het de moeite waard om naar Breaking Out te komen. Een schitterende samenwerking tussen docenten en studenten om het ondernemerschap op een swingende en zingende manier in beeld te krijgen. Ik zie jou, 15 november, Breaking Out. Waar verheug je het meeste op? Op de vibe die gaat ontstaan. We hebben nu het Breaking Out coaching en er ontstaat hier al een soort van nieuwe samenwerkingen en power eigenlijk. Is een beetje het gevoel dat ik ervan krijg. En ik denk dat het op Breaking Out, 15 november in Amsterdam, alleen maar gaver wordt. Philip Voogt, 27 jaar oud. Ik ben oprichter van aangetekend bellen en aangetekend mailen inmiddels. Ik ben ooit een keer begonnen met een paar PowerPoint sheets en met een idee en ik dacht daar is een markt voor. Nou, die markt is daadwerkelijk. We zijn nu 4 jaar verder en marktleider op het gebied van het vastleggen van afspraken. Wat ik graag tijdens Breaking Out wil overbrengen is waar moet je als starter op letten en welke valkuilen kun je instappen en hoe kun je ze voorkomen. En mijn motto is eigenlijk altijd gewoon doen. En niet te veel praten. Ik ben Edwin van der Heijden. Ik vind niks te gek. Ik ben dol op ideeën die eigenlijk niet kunnen, maar die wel heel leuk zijn en uitdagend. En als je daar iets over wilt weten, als je een beetje geholpen wil worden, dan moet je naar mijn workshop komen. Ik ben Marie-Claire van Hessen, oprichter van MCPR, een marketing, PR en communicatiebureau. En dit jaar organiseren wij Breaking Out in Amsterdam. Ik verheug me heel erg op de sfeer die daar gaat heersen. Het is altijd ontzettend positief. Je komt terug met waanzinnig veel ideeën, nieuwe contacten. En op die hele vibe en die dag, om dat echt mee te maken, daar heb ik echt het meeste zin in. Misschien een van jullie ook met zo'n idee rondloopt om een dergelijk onderneming te beginnen. Om een concept en een merk en een brand in zijn hoofd heeft. En misschien kan ik je daarop bij helpen en aansturen en de pitfalls een beetje aangeven, waardoor je misschien iets sneller bij je doel komt. Als iemand een briljant idee heeft en juist een doorbraak moet hebben in zijn leven, om iemand te ontmoeten, om daar een contact mee te hebben en één actie te doen, om zijn nieuwe bedrijf of dienst te introduceren, dan ben ik daarvoor die dag de man. Mijn naam is Laurens Brandt, de Blue Hour. Mijn naam is Boris Peters, ook de Blue Hour. Wij helpen jou met het realiseren van je droom. Wij gaven antwoord op 3 essentiële vragen als je een bedrijf start. Wat doe je, hoe doe je het en vooral waarom doe je het? Waar kijk je het meest naar uit? Naar alle studenten die met daadkracht weg zullen gaan en hun onderneming willen starten. Door jullie, daar kijk ik naar uit. Want als je zelfstandig ondernemer wilt zijn, dan moet je maar één ding en dat is de regels breken.